Goedemorgen allemaal. Vandaag mag ik de podcast verzorgen. Allereerst wil ik de broeders en zussen bedanken die enorm veel energie hebben gestoken in dit project. Ik heb persoonlijk nooit zoveel waarde geschonken aan de 40 dagen tijd tot voor kort. Vorig jaar voor het eerst gevast en dit jaar deze bijzondere bijdrage. Het bewustzijn van deze tijd naar Pasen toe gewoon vergroot voor mij persoonlijk. Heel gaaf dat verschillende broers en zusters hun verhaal willen delen. Ook naar aanleiding van een stukje uit de Bijbel. Nou, en vandaag is dat aan mij. En ik wil samen met jullie stilstaan bij Johannes 13, vers 1. En een klein gedeelte uit vers 2. Ik zal het eventjes voorlezen. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoren lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. En nou ja, specifiek wil ik even stilstaan bij het korte gedeelte uit vers 2. Een maaltijd. Jezus hield een maaltijd met zijn leerlingen. Een maaltijd die we vandaag de dag nog steeds vieren mogen met elkaar. Als symbool van zijn onnoemelijke liefde eigenlijk. De onnoemelijke liefde die Jezus voor ons heeft. En voor mij persoonlijk heeft het avondmaal de afgelopen jaren een hele andere betekenis gekregen. De dienst waarbij het avondmaal gevierd werd, was een dienst waarbij ik doorgaans de keuze maakte om of te blijven liggen of om een extra rolletje snoep mee te nemen. Want over het algemeen werd zo'n dienst een lange zit. En ik wist naarmate ik ouder werd en het een aantal keer meegemaakt had wat de bedoeling was. Waarom mensen deelnamen aan die maaltijd. Waarom ze een stukje brood aten en waarom ze een slokje wijn dronken. En nog steeds drinken overigens. Maar de werkelijke betekenis achter deze viering, die ervoer ik pas nadat ik belijdenis had gedaan en zelf deel mocht nemen aan deze viering. Het was ook Witte Donderdag, herinner ik me. En de viering vond plaats in de avonddienst. En aangekomen bij het moment waarop we het avondmaal zouden vieren, viel het me op dat wat stiller werd in de kerk. De mensen keken serieuzer. En toen, nou ja, als ze naar de tafel liepen, zag je inderdaad berouw en dachten ze misschien wel aan hetgeen wat ze hadden gedaan, wat eigenlijk niet goed was. Dus ik paste mezelf een beetje aan en ik dacht nou over wat ik had gedaan de afgelopen tijd. Bij het wist van ja, dit vond God niet goed. En tijdens die gedachten werd ik ook een beetje somber, eerlijk gezegd. En daar word je natuurlijk ook wel een beetje somber van. Wat ben ik er eigenlijk voor een? Maar eenmaal aan die tafel keek ik om me heen en moest denken aan het moment waarop we niet als kerk aan deze tafel mogen deelnemen, maar als broeders en zusters in de Heer. En sterker nog, er komt een moment dat we met z'n allen samen met de Heer aan deze tafel mogen zitten. En dan is dat niet voor even, maar dat is voor eeuwigheid. Het is niet voor een kerkdienst, maar het is voor altijd. En dat bemoedigde me. En dat gevoel dat vulde me zo met blijdschap. Dat de werkelijke betekenis van het deelnemen aan het avondmaal voor mij toen pas helder werd. Want de tafel is voor mij persoonlijk niet alleen een plek om mijn zonde te belijden, maar om te vieren dat Hij die van mij gedragen heeft. Omdat ik dat zelf gewoonweg niet kan. Ik mag ze meenemen naar de tafel en daar ook laten. Hoeveel het er ook zijn en hoe erg ze ook zijn. Want Hij heeft ze voor mij gedragen. Daarom is het ook een viering. En mogen we genieten van die viering waarbij we samen mogen denken dat we zijn bevrijd. Van onze zonden. Ondanks dat ik er persoonlijk veel heb gemaakt en ongetwijfeld nog veel zou maken. Ik heb samen met Ronald de Boer een lied gemaakt, wat ik heel graag met jullie wil delen. Muziek is voor ons, voor Ronald en mij heel bemoedigend. Maar ook omdat een liedje voor ons, ik denk dat ik ook wel namens Ronald mag spreken,
meer zegt dan veel woorden van een overdenking slash preek, met alle respect natuurlijk. En daarnaast illustreert het nummer voor ons de werkelijke betekenis van het avondmaal. Dat wij onze zonden zelf niet kunnen dragen, maar dat we ze mee mogen nemen naar de tafel. En dat we die zonden ook bij hem mogen laten. Het nummer is van Zachary Williams. We hebben hem gecoverd. En in het nummer zegt hij, er is een redder. En hij roept, neem het mee naar de tafel. Neem alles mee wat je eigenlijk niet dragen kan. Waar je mee loopt. Wat niet fijn voelt. En weet dat je het mee mag nemen naar de tafel. Naar hem. Want hij heeft zich gedragen. Nog mijn dank aan Aaron de Boer voor zijn bijzonder grote bijdrage. Even van deze gelegenheid gebruik maken. Want die heeft het filmpje gemaakt. En hij heeft ook bijgedragen aan de muziek. En ook nog een credit voor Marije. Want die heeft vertalingen. Tenminste de Engelse tekst heeft ze vertaald in het Nederlands. Zodat iedereen het kan volgen. En ik wens jullie een heel mooi paasweekend. En ik hoop dat we snel weer van deze viering samen in fysieke aanwezigheid van elkaar kunnen genieten. God zegen allemaal. Hear the voice of love that's calling. There's a chair that waits for you, and a friend to understand everything you're going through. But you keep standing at the distance, in the shadow of your shame. There's a light of hope that shines. Won't you come and take your place? And bring it all to the table. There's nothing for all your sin, all your sorrow and your sadness. There's a Savior and he called. Bring it all to the table. We can see the way you carry the fears that hold your heart. To the cross you've been forgiven, you're accepted as you are. And bring it all to the table. There's nothing he ain't seen before. For all your trials, all your worries and your burdens, there's a Savior. Go, bring it all to the table. Come right in and find your
bring it up to the table. There's nothing he ain't seen before. For all your sin and your sorrow and your sadness, there's a Savior and he goes, bring it all to the table.